Hallo mensen van Delta Gaming, we zijn weer terug met Minecraft. Ik heb hier iemand naast me die heel veel van Minecraft weet. Dus misschien kan helpen met mijn val. Dat moeten we vandaag even zien. Want kijk, ik wou dus nog even in het midden een eilandje maken. Nee, niet wegvaren. Naar boven. Ik wil hier een blokje neerzetten. Zo. Waarom moet het het water wordt dan ook een stuk minder daar. Even kijken. En dan kan ik hier een blokje. Nee, wacht. Dat is helemaal niet nodig. Want zoals jullie zien, ik heb hier dit gemaakt. Dit kostte mij heel veel tijd. Daarom heb ik het niet opgenomen. Omdat dat jullie dan waarschijnlijk helemaal niet zo boeien. Ah, oh, nee. Daarom heb ik het dus niet gefilmd, omdat dit veel te veel tijd zou kosten voor jullie om te kijken. En dat zou echt dodelijk saai worden. Dus wij gaan nu even een boom hakken. Wij gaan nu een boom hakken. En ik leg nu even wat onder mijn toetsenbord, want mijn toetsenbord doet af en toe heel raar. En ja, dan kan ik soms niet lopen als mijn toetsenbord raar doet. Op zich maakt het niks uit. Ah, kom maar op. Zo. Nog een boom omhakken. Fuck het ecosysteem. Straks ga ik in Minecraft een auto maken. Alleen maar om te laten zien dat ik tegen het ecosysteem in Minecraft ben. Hakken. Ja, ik heb hem al gehakt. Volgens mij heb ik nu wel genoeg bomen om nog wat trapdoors te maken. Ik denk eigenlijk dat ik het wel zeker weet. Mijn dekplank staat er nog steeds heel mooi. Oh nee, nou kan ik natuurlijk niet meer daar goed inspringen. Kijk, hier wil ik dus een emmer voor, zodat ik hier dus water kan maken. Zodat ik niet helemaal te pletten val. En nu ga ik plankjes maken. Omdat ik vreselijk goede timmerman ben. En dan ga ik daar trapdoors van maken. Zodat ik een... Oh, natuurlijk. Nee, zo. Nee, hoe doe je dat nou? Zo. En dan moet ik het zo doen. Zo. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Zo. Ik denk dat ik er wel aan 10 genoeg heb. Zo. En dan kan ik mooi mijn val verder maken. Als jullie echt professionele gameplay willen zien, ik laat zijn kanaal wel even achter in de... in de achterlaatding, beschrijving. Oh nee. Nou moet ik hier helemaal kapot hakken. Ho! Ninja. En dan doe ik er daar één. En dan is het zo wel redelijk mooi. En dan doe ik even dit allemaal open, zodat ik er zo wel uit kan. Nee. Hakken. Dan maak ik deze allemaal open. Zo. En dan ga ik hier een beetje... dingetjes hakken. Zodat ik wat diepere val heb. En dat is een stuk beter. Want ja, dan kunnen er meer monsters. Nee, kunnen er niet meer monsters in. Dus moeilijker ontsnappen. Ik moet nu even ademhalen. Anders heb ik ademsnood. Volgens mij ga ik dan redelijk dood. En ik ben er ook achter gekomen. In Minecraft ga je niet dood door honger. Dat is best wel raar. Maar zo is het eenmaal in Minecraft. Laatste blokje is dit. Ja, goed genoeg voor mij. Zo. Nee, ik kom er niet op.
Nee, ik kom helemaal niet op. En dat is mooi, want dat betekent dat monsters er ook niet op kunnen komen. Ja, ik maak zo wel een emmer. Kan ik ook een houten emmer maken? Dat was een bal, alleen daar kan je alleen maar uit een soepautomaat en soep in maken. Een soepautomaat? Ik ga het wel even proberen. Ja, je maakt er helemaal niks mee. Nou? Je kan er een boot mee maken. Of zei je dat? Kijk, zo. Wat? Kijk, nee. Je haalt die weg en haalt op de zijkanten doe je dan, kijk, daar en daar. En daar kan je niet toevallig water mee transporteren? Nog. Kan dat met steen dan? Nee. Nou, oh, ze moet echt met metaal. Ja. Dat is kut. Nou, dat maakt nu ook even niet uit. Ik weet ook niet waarom er opeens bij staat wat ik nu vasthoud. Ik vind het op zich wel handig. Ik vind het op zich wel handig. Kijk, nou heb ik mijn bruggetje gemaakt. Zo, redstone. Waar kan je dat vinden? Vaak in raffijnen. Raffijnen? Nou, dan neem ik alleen maar even mijn pickaxe en zo mee, anders ga ik waarschijnlijk weer dood en dan... Ja, niet echt raffijn, maar omdat we zo raffijn met veel lava op de keer. Oh, ik weet waar lava ligt. Als jullie mijn vorige video's hebben gekeken, weten jullie ook waar lava ligt? Ja, maar daar ligt geen redstone. Hoezo, je zegt net dat er bij lava redstone ligt? En dan weet ik waar lava... onze raffijnen waar lava op de vloer ligt. Oh. En dan bewaak ik nu mijn huisje met een deur, trapdoor, nog een paar van deze. Ik was er bijna ingevallen op. En op naar de avontuur. Rugheid. Zo. We zijn nu misschien wel 1 minuut aan het hakken. En ik ben nou helemaal moe. Even kijken. Nu krijgen we wel heel veel steen. Dat is op zich best wel mooi. Alleen, ik wil het liefst redstone. Ik heb ook torchen bij me. Want anders kunnen jullie het niet zo heel goed zien. En ik wil natuurlijk wel dat jullie alles kunnen zien. Oh nee! Oh mijn god! Oh. Er zit hier iemand naast mij te lachen. Ik vond het niet zo heel plezant. Nee, misschien niet. Nou, ik zag er wel goud liggen. Ja, ik zag er ook goud liggen. En een zombie. Oh mijn god, nou durf ik niet meer. Hoezo? Ik sprong zo vaak naar de vijf. Ik wou een koe een keer hebben. Die sprong ik over een randje. Viel ik blijkbaar in de vijf. Oké, ja, alleen... Ik wil mijn spullen terug. Ja, die liggen daar. Liggen ze daar? Hoe kan dat nou als ik daar net ben gevallen? Ja, ik weet dat ze daar liggen. Ik wil ze terug. Haalens, ladders. Ladders? Ja. Die had ik fucking bij mij. Ja. Nee, oh nee, oh mijn god. Oh, viel ik er bijna weer in. Kijk. Oh, damn. Zombies hebben die spullen opgepakt. Dat nee. Kunnen zombies niet. Helemaal wel. Zombies kunnen... Alles zombies, ik kom jullie halen! Jullie gaan eraan horen! Een zombie in een gouden pak! Ik zag een zombie in een gouden pak. Oké, ik ben niet zo heel erg Minecraft nerd, maar ik weet toevallig, zombies dragen geen pak. Wel, dat is een nieuwe update. Nee, dat... Zombies kunnen dingen oppakken en dragen... Ik had geen goud bij. Ik zie daar een gouden gast lopen. Zie je? Ik had niet eens goud, dus... Nee, zombies kunnen gewoon sparen met iets in hun hand. Oh, ik ga zombies meer en meer haten. Hoppakee. Want kijk, ik zag toevallig, er zit water ergens daar. Ja. Daar wil ik inlanden. Dit gaat wel even duren voordat ik er weer ben. Maar waarschijnlijk als het te lang gaat duren en ik heb echt niks meer te vertellen, knip ik dat stuk er wel uit. Ja, doe. Ah, ik vind het echt irritant.
Wat als ik... Oh, nee, 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 nee. Oh, ik was bijna in het water, zag je dat? Ja, maar een kwart diep water, dat werkt. Nee, die hou je van niet. Niet, werkt. Waarom kon ik dan wel helemaal daar vanaf springen en in het water landen zonder enige hit? Omdat dat 6 hit diep water was. Oh, nee, oh, nou! Zit! Oh, nee. Oké, nou ga ik me irriteren. Ik denk dat ik hier ga hakken nu. Misschien moet je stenen pickaxe maken. Ja, misschien moet je stenen pickaxe maken. Ja, maar dat kan ik niet. Oh, je wacht, dat kan ik wel. Maar die is dan ook gelijk weer zowat kapot. Oké, okay. Ik had hier toevallig nog sticks. En ik had, je steen zeker bij me. Ik had mijn steen bij me, ja. Ik had helemaal geen steen. Dan doe ik, denk ik, zo. En dan maak ik wel even... Zo. Nou, dan maak ik... Zo. Oh nee, hij lukt. Nou, niet meer. En dan ga ik op avontuur met de houten pickaxe. Nee, ik stop niks in mijn kist. Ik ga op avontuur en ik neem alles mee. Behalve eigenlijk alles wat waardevol is. Ik hou gewoon de rest van het hele gameplay ook shift ingedrukt. Kapot. Kapot. Zo. Wat zit er onder je? Ik dacht even dat het ijs eraan zit. Ik wil eigenlijk helemaal niet weten wat er onder me zit. Oh mijn god, ik ga vallen. Nee. Ik ben bijna zeker dat ik zo ga vallen. Nou, nee. Nee. Je moest dus blijkbaar één blokje opzetten. Dit geloof je niet. Nee. Nee, ik vind het niet meer leuk. Ik vind het niet meer leuk. Au. Oké, okay, nee. Nou ben je te ver gegaan, je vrienden halen. Nee, nou ben je echt te ver gegaan. Ja, nou ben je echt te ver gegaan hoor. Oké, okay, je moet hier naar links klikken, zodat je daar valt. Oh. Nee, kijk. Je, als je springt... Moet je naar links blijven klikken, dan val je in het water. Ja, met de A, bedoel ik. Nee, ik hak wel even 2 blokjes zo hier naartoe. Zo, ik heb geluk dat je een ravijn vond. Ik heb geluk dat ik een ravijn vond. Ik heb ook geluk dat het dicht bij mijn huis was, zodat ik niet weer een... Oh, nee. Dirt komt terug, goed zo. Ik heb namelijk tot nu toe nog maar 1 level waar ik een app en een mindset en een ravijn. Ja, jij speelt alleen maar op creative, dus. Piep piep. Ik weet bijna zeker. Mensen, oh, hou je me op treffen. Ik probeer hier jou te supporten. Als jullie professionele gameplay wilden zien en niet iemand die de hele tijd naar spullen probeert te zoeken omdat hij in een ravijn is gevallen, dan moeten jullie even naar Turletime gaan. Ik vind het op zich wel een gay naam. Maar maakt niet uit. Ik zet een linkje in de beschrijving. Dan kunnen jullie het vinden. Dan hoeven jullie... Ja, hier moet je vooral komen omdat je naar me... Oh mijn god, ik hoor geluid. Is die zombie met gouden pakjes? Zombies met gouden pakjes maken geen geluid. Ik zag hem helemaal niet net. Oh ja, ik zei het je! Waar is de rest? Ja, daar heb ik het dingetje op waar je... Oh mijn god, een creeper! En mijn toetsenbord... Oh mijn god. Mijn toetsenbord ging tegenwerken. Ja, ik weet het. Mijn toetsenbord ging net op het moment dat de creeper aankwam tegenwerken. Nee, nee, mijn spullen zijn nu weg. Je moet daarop... Behalve als de zombies ze hebben afgepakt. Ik geloof echt niet in jouw verhaal van zombies pakken je spullen. Dat is 1.4.
Ik geloof het nog steeds niet. Je moet even naar boven kijken naar dat gat waar je uitkomt. Ja, die kan ik nu even niet meer zien. Ja, ik zag hem. Ja, één gat had ik ook gezien. Ik ga die zombie, als hij mijn spullen heeft gejat, helemaal naar. Ja. Oh, ik kan kool wel lekker snel hakken. Jij niet. Ik wil... Oh. Oh, koolparadijs. Kool is een refijne uitgevoerd. Ja, redstone is een refijne groot. Goud is een refijne groot. Alles is nu opeens een refijne groot. Hier. Ik heb nu even wel genoeg kool. Even kijken. Iron. Oh, kom. Nee. Oh, kom. Oh, een creeper. Gij zult staan. Oh, mijn god. Oh, waarom explodeer jij niet? Door je vriend. Ik heb gewoon de hele creeper kolonie uitgeroeid. Gunpowder. Misschien waren er dus vier. Nee, oh, nou ben je te ver gegaan, vriend. Nou ben je echt te ver gegaan. Geef mijn spullen terug. Ik heb wel een arrow. Wie heeft er nou een arrow? Jij niet, hè? Arrow Classic Rock. Oh, die was slecht. Oh, daar ligt cobblestone. Is dat van mij? Oh, daar ligt goud. Is dat van mij? Dus straks wel. Nou, dan moet je iron pickaxe. Ik denk dat ik... Oh mijn god, er zitten twee pijlen in mijn hoofd. Eentje is weg. Oh, gelukkig. Anders was ik sowieso dood gegaan. Zo. Nou mensen. Ik denk dat ik hier de episode eindig. En dat ik volgende keer hier beneden maar een pickaxe maak. Want anders kom ik ook nergens meer. Oeh, dat is pretty. Nou. Vonden jullie deze video leuk? Deel hem dan via MySpace, Twitter, Facebook. Maakt niet uit hoe. Desnoods mond op mond. Laat de creatiefste weg om het te delen achter in de comments. Like deze video. Abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie later.